Goed dat je luistert naar Pepper. Voor een stevige oppepper van regionale smaakmakers die werken aan de gezonde mens, de gezonde leefomgeving of de gezonde samenleving. Deze aflevering gaat over Life Sciences and Health, ofwel de gezonde mens. Je host voor vandaag is van Peper in je Pand, maar ook van Dot/ Jelle Drijver. Ja, zo is het. Alleen vandaag niet bij Peper in je Pand of bij Dot/, maar op de Zorganisatiebeurs op de stand van de ROM, waar we te midden van ongeveer 20 start-ups deze podcast opnemen. En dat doe ik gelukkig niet alleen. Je hoort natuurlijk allemaal roesmoes om mij heen, maar vlakbij mij staat Jos Hummelen. Van de ROM. Ja. Jos, fijn dat je er bent, man. J nummer 2. En ja. Ik heb twee andere J's ook van dit plein weggetrokken om achter onze microfoon te zitten. En dat zijn Joep en Jelle. Ja, dus de vier J's. We gaan alleen niet zingen, maar we gaan het hebben over jullie bedrijven en welke oplossingen jullie bieden. Ik begin even recht tegenover mij. Jelle Heijsen van Verne was het, hè? Verne Health. Ja, Verne, want niet Verne. Waar komt de naam Verne vandaan? Hou die vast, dan ga ik je zo vragen. Want ik stel natuurlijk eerst ook even Joep Wegstapel van Verticai aan de mensen voor. Joep, fijn dat jij er ook bent. Dankjewel, zeker. Yes, kom zo weer bij jou terug. Verne Health, waar komt de naam vandaan? Ja, Verne is gebaseerd op Jules Verne, de oude Franse schrijver, futuristische schrijver. Hij schreef vaak verhalen over de toekomst waarvan mensen dachten dat het niet werkelijkheid zou worden. Maar een aantal verhalen zijn daadwerkelijk uitgekomen. Ja. En dat is ook mijn filosofie. Ja, dus je bedrijf had ook Griet Titulaar kunnen heten. Ja, ja, maar Griet bekt niet zo heel lekker. Dus, en chatbot Griet bekt ook niet zo lekker, maar chatbot Verne wel. Vertel even, wat heb je ontwikkeld? Ja, we hebben een triage tool ontwikkeld. Bij die triage kun je nagaan wat voor klachten je hebt en je krijgt direct persoonlijk advies. En maakt niet uit wat voor klachten. Dus ik heb last van mijn. Ik heb vaak, weet ik veel, een bloedneus. Ik heb vaak. Ik heb last van mijn. Ik heb schimpie. Mijn teennagel wordt geel. Kan ik dat zo? Waar moet ik aan denken? Last van mijn onderrug, spierpijn. Nee, we hebben ons nu gericht op beweegklachten. Dus klachten bij bewegen. En in principe is het framework, kunnen we overal op toepassen. Maar op dit moment richten we ons specifiek op bewegen. Oké, dus wie is dan jouw klant? Ja, dat kan eigenlijk iedereen zijn. Want het mooie van de chatbot is dat we hem overal in kunnen plakken. Hij is altijd toegankelijk, 24/7. Dus iedereen die beginnende beweegklachten heeft, die kan de chatbot gebruiken. Ja, als ik zeg, wie is jouw klant? Je hebt natuurlijk de klant en je hebt de gebruiker. Dus ja. Misschien moet ik anders formuleren. Wie gebruikt jouw app en wie betaalt jou uiteindelijk? Ja, dat is inderdaad een goede vraag. In het begin was ik me er nog helemaal niet zo van bewust. Maar op een gegeven moment kwam ik erachter dat wij een B2B2C model hebben. En die C, dat is de klant, consumer, cliënt, patiënt, ja, die met een hulpvraag zit of een zorgvraag. Maar dat is niet de directe betaler. En in ons geval is dat nu de zorgverzekeraar, Zilveren Kruis. Daar hebben we de chatbot geïmplementeerd in hun app. En dat is ook de fysiotherapiepraktijk. Omdat we de gegevens die we ophalen direct automatiseren in het dossier van de fysiotherapeut. Het fysiotherapeuten gebruiken allemaal hetzelfde CRM of hetzelfde softwarepakket? Nee, er zijn meerdere pakketten in de markt. En we zijn nu met een nieuw innovatief platform aan het ontwikkelen. Dus jullie hebben niet alleen de chatbot die mensen gaat helpen bij de zorghulpvraag. Maar je hebt ook een platform wat je biedt aan de fysiotherapeut om hun hele cliënten alles te managen, zeg ik het zo goed? Ja, klopt. Ja, het is eigenlijk het CRM-systeem voor de fysiotherapeut. Dat noemen we in de fysiotherapie het EPD. En dat betekent eigenlijk het dossier, de agenda en de financiële administratie. Ja, maar om jullie als fysiotherapeut voordeel te kunnen doen met jullie oplossing, moet ik ook jullie CRM-pakket gaan afnemen? Of koppelen jullie ook met bestaande pakketten? Nou, we koppelen nu nog niet. Dat kunnen we wel. Eigenlijk bouwen we een grote interactielaag waarmee we heel makkelijk kunnen koppelen met andere systemen. Maar we merken wel dat er pijn en frustratie over de huidige systemen in de markt heel zijn groot is. Genoeg om ook te willen overstappen. Ja. En dan heb je ook nog eens een chatbot erbij. Ja, en dat komt er eigenlijk vandaan omdat wij echt met die patiëntreis zijn begonnen. En met het werkproces van de fysiotherapeut. En niet zozeer direct denken aan functionaliteiten. Maar juist vanuit het werkproces, dat willen we heel goed oplossen. En daar passen uiteindelijk
goede functionaliteit erbij. En niet andersom. Wat is jouw achtergrond, Jelle? Wat heb je hiervoor gedaan? Ben je fysiotherapeut? Ja, hoe kom je erbij om dit te ontwikkelen? Je staat hier op Nike's. Ja, inderdaad. Ik ben fysiotherapeut sinds 2006. Ik heb de pijn en frustratie aan alle kanten gevoeld. Ik heb voornamelijk in de topsport gewerkt en in de revalidatie. Ik heb eigenlijk alle kanten gezien. Dus praktiserend fysiotherapeut. Ik heb een fysiopraktijk gehad, dus als praktijkhouder. Ik heb op congressen gestaan, wetenschappelijke artikelen geschreven. Dus eigenlijk alles gezien, de hele wereld mogen zien, letterlijk en figuurlijk. Ja, en nu wil ik eigenlijk aan de andere kant gaan staan en de fysiotherapeuten in Nederland gaan helpen. Ja. Dus je hebt een app waar ik, als ik op de bank zit en ik heb ergens fysiek in last van, dan kan ik daar een vraag over stellen en dan krijg ik antwoord what to do. Ja. Wat is de meest gestelde vraag, of als je daar een rode lijn in trekt, niet specifiek, waar gaan de meeste invoeren over? Lage rugklachten. Oh ja. Ja, dat heb ik ook. En wat komt er dan uit? Van stel je niet aan, of ga naar de huisarts, of doe deze oefening? Of? Nou, eigenlijk zijn er drie profielen. Sta eens op van die bank. Ja, ga bewegen. Bewegen is sowieso goed, dat weten we inmiddels. We hebben eigenlijk drie profielen. Dus de eerste is dat mensen direct advies krijgen. En daarmee in de app? In de app. Daarna worden ze gemonitord en op basis van die monitoring blijven de adviezen aanpassen in de tijd. Totdat ze helemaal hersteld zijn. Tweede is doorverwijzen naar de fysiotherapeut. En dat kan via chatten zijn, maar dat kan ook een afspraak zijn. En het derde is een afspraak maken bij de huisarts. En ik kan me voorstellen dat op het moment dat die app al een goed advies geeft, daarmee voorkom je dat ik een zorgvraag krijg en een beroep moet doen op de zorg. Dat vindt die zorgverzekeraar fijn. De tweede stap, je verwijst me door naar die fysiotherapeut. Dat vindt de fysiotherapeut fijn, want die heeft een extra cliënt en daar kan die gewoon aan verdienen. Ja. Al dan niet aan de patiënt of via de zorgverzekeraar. Maar wat nou als die app een verkeerd advies geeft? Ik wil niet de droeftoeter uithangen of de ventielentrekker zijn. Maar het is natuurlijk wel belangrijk dat die app echt een goed advies geeft. En niet dat ik daarna mijn rug helemaal naar de galmie zeil. Daar ben jij verantwoordelijk voor, Jelle. Ja, Jelle. Dat hoe klopt. Doe je dat? Nou, als eerste een hele goede verzekering afsluiten. Ja, ja. Nee, ja, zelf ook. Zonder dollen. Ja, zeker. Zonder dollen. De chatbot of de triage is gebaseerd op bestaande richtlijnen, op wetenschappelijke literatuur en ontwikkeld door experts. En we geven mensen altijd een keuzemogelijkheid. Ik kan me voorstellen dat niet iedereen door een chatbot geholpen wil worden of toch een aanvullende vraag heeft. Ja, en dan kun je altijd contact opnemen met de zorgverlener. Wat ChatGPT ook doet, die zegt dan onderaan advies, maar check het echt even bij Legal om het zeker te weten. Dat doen jullie eigenlijk ook. Oké. Dus die chatbot is eigenlijk een triage tool. Ja. En daardoor kunnen mensen bij een fysiotherapeut terechtkomen en zo helpen ze mensen. Hoe zijn jullie gefund? Want ik denk dat is toch de stand van de Ron natuurlijk, waar we staan. Precies. Ja, nee, dat is natuurlijk een hele terechte vraag. Ja, want je kan nog zulke wilde ideeën hebben of plannen maken. Maar uiteindelijk is die funding essentieel om het ook daadwerkelijk voor elkaar te krijgen. We hebben een aantal angel-investeerders. Vijf angels, waarvan vier zelf ook een grote fysiotherapiepraktijk hebben. Meteen ook launching customers. Exact, ja. Dus dat is heel krachtig. Dat is ook gelijk een stukje marktvalidatie natuurlijk. We hebben de kansen voor West-subsidie gekregen. De EVRO. De EVRO. Ja. Heel belangrijk voor ons om echt die start te kunnen maken. En de Rabo innovatielening. Ja, de RIL. Wil je meer weten over manieren om gefund te worden? Wij hebben aan het begin van deze podcast, dus helemaal als je naar beneden scrolt in Pepper, hebben we vier geloof ik afleveringen gemaakt over verschillende manieren van funding. Onder andere geld ophalen bij je bank. Maar ook over wat de regionale ontwikkelmaatschappij voor je kan betekenen. Ja, want de ROM heeft natuurlijk ook meerdere fondsen. Voorheen als het POC-fonds, Proof of Concept Fonds. Maar er is deze week hier op de Zorg in de Steebeurs een nieuwe variant daarop. Het SIF, Startup Innovatie Fonds. Precies, met maar liefst 9 miljoen. Ook mede mogelijk gemaakt vanuit Kansen voor West. Supermooi voor bedrijven die in een vroege fase zitten. En daar extra hulp bij kunnen gebruiken in financiële zin. Dus dat is top. En dan hebben we ook nog het participatiefonds. Er zijn genoeg fondsen bij de ROM. Dus daar kan je op de website en hier op de stand natuurlijk van alles over weten te komen. Ik zit te kijken naar de torenhoge of lange Joep Wegstapel. Ja, nee, wacht even. Ik was nog niet klaar. Want we hebben, dan ga ik toch even. Ik sta hier natuurlijk ook niet helemaal onbezoldigd. Ja. Dat bij Dot/Slash hebben we verschillende corporate partners. En een daarvan is de Rabobank. En de Rabobank heeft inderdaad de Rabo Innovatielening. Maar wij hebben in onze andere podcast, dat is de Dot/Slash On Air,
toevallig net deze week ook een aflevering gelanceerd over wat zij meer doen dan alleen maar money. Want zij doen daarnaast ook nog heel veel meer. Dus als je wil weten wat de Rabobank nog verder kan doen, zal ik ook wat van jullie daarvan kijken. Ik mag wel als ondernemer dan zeggen, ik zeg wel eens, de meeste ondernemingen mislukken doordat ze niet beginnen. En het beginnen is echt super moeilijk. Dus klop ook aan bij instanties die daar verstand van hebben en die je kunnen meenemen. Dat Zeker. Is echt de waarde. Ja, done is better than perfect. Als je hier een rondje loopt over het Heart of Health Startupplein, dan kom je onder andere een soort paal tegen. Ja, met een bokshandschoen. Met een bokshandschoen en een toetsenbord. Die heb ik ook gezien. Joep, dat hoort bij jouw standje. Vertikai, vertel Joep. Wat is Vertikai? Inderdaad, die mooie grote paal van Vertikai. Om even te beginnen, Vertikai, wat is het nou eigenlijk? Waar komt die naam vandaan? Het staat voor Vertical AI. En inderdaad, ik heb ook op mijn rug heel groot het toetsenbord de zorg uit staan. Draai eens om? Ja, het toetsenbord is gewoon alleen dat. Ja, precies. Nee, en als je dat een beetje generiek bekijkt, dan kan je dat eigenlijk op twee manieren aanpakken vanuit de software-industrie. Dan kan je een horizontale aanpak doen, een generieke oplossing voor allerlei verschillende eindgebruikers. Voor hetzelfde verschillende voor iedereen. Hetzelfde voor iedereen. Of je kan het verticaal doen, je kan verschillende verticals onderscheiden en echt op maat gemaakt kijken per specialisme, wat hebben ze nodig. En wat voor behoeften spelen er? Nou, wij willen dus dat toetsenbord de zorg uitslaan. Er wordt overal in de maatschappij denk ik veel te veel tijd besteed aan administratie. Veel te weinig tijd aan de patiënt, de cliënt. En ook het werkplezier leidt daaronder. Dus wij willen dat toetsenbord letterlijk de zorg uitkrijgen. Ja, wat ik zo rot vind aan het toetsenbord, ik zit niet eens in de zorg. Maar als ik een gesprek heb met jou en ik ga notities maken, dan kijk ik vaak naar mijn toetsenbord of naar mijn scherm. Maar kijk ik jou niet meer in de ogen. En dan mis je dus ook allemaal informatie. Zeker, want jij voelt ook veel meer dat ik betrokken ben en oprechte aandacht heb. Dat ik betrokken ben en oprechte aandacht heb als ik jou gewoon in je ogen kijk, zoals nu. En als ik dan ondertussen aan het typen ben. Dus maar dat lossen jullie op. Hoe doen jullie dat? Exact. Nou, dat is precies wat wij doen. Wij leveren een gespreksondersteunend platform. Dus wat het in essentie is, gesprek tussen arts en patiënt of behandelaar en cliënt wordt opgenomen, wordt een transcript van gemaakt en daar wordt vervolgens dan een rapport van gemaakt. Zoals ik al zei, per specialisme onderscheiden we dan echt de rapportstructuren die ze daarvoor gebruiken. En kijken we per rapportstructuur, wat moet er nou echt in dat rapport komen? Wat moet er in welk veldje komen? Wat ook niet? En proberen we daarin die AI, die o zo krachtig is, zo goed mogelijk in te kaderen. Door eigenlijk een kader mee te geven van domeinkennis. Om te zorgen dat die geen onnodige informatie erbij houdt. Het echt volstrekt beperkt tot de relevante informatie voor dat specifieke domein. Misschien denkt de luisteraar, nou, één heeft een chatbot, de ander werkt met AI, de een werkt met fysiotherapeuten, de andere met huisartsen. Maar ik zie ook wel misschien hoe jullie elkaar kunnen aanvullen. Zeker. Absoluut, ja. Ik denk zeker dat het eerder complementair is dan dat we elkaar... Leg eens uit, Joep. Nou, ik ben het ook al onder andere dat EPD, het elektronisch patiëntendossier waar Jelle aan het werk is, beschreven. Nou, dat is precies zoiets waar je over administratie in wordt gedaan. Hè. De fysiotherapeut in dit geval, die administreert in zo'n platform. Maar die is precies wat jij zegt, andere Jelle, de hele tijd naar zijn toetsenbord aan het kijken terwijl die zo'n rapport opstelt. Wij willen zorgen dat die aandacht bij de patiënt kan liggen. Dat die de patiënt aan kan kijken door automatisch dat rapport te genereren en te zorgen dat eindigt. In het EPD. Nou wil ik ook bij jou niet de droeftoeten uithangen en ook niet de ventielen trekken wederom, maar ik kan me voorstellen. Vind je leuk, hè? Ventielen trekken. Je ziet het dan voor je. Nou ja, maar je hebt gewoon wel eens in je bedrijf dat er dan en dan kom je op zo'n beurs en dan spreek je allemaal startups hier op de stand van de ROM en dan kom je morgen terug op de zaak en dan stuiten je van de enthousiasme en dan kom je net zo'n ventielen trekker tegen die dan zegt, ja, maar dat werkt bij ons niet. Of ja, maar de laatste die daarmee aan de slag is gegaan, die werkt hier niet meer. Weet je, dat zijn ventielen trekkers. Zo de energie er weer uit. Vertel Jelle, waarom werkt het niet? Ja, precies. Nee, maar ik ben wel benieuwd, want ik kan me voorstellen dat überhaupt met AI, maar ook zeker in deze doelgroep, als je het hebt over patiëntdata, over EPD's, dat mensen zeggen, AI, eng, spannend, waar wordt mijn data opgeslagen? Wat doen jullie ermee? Wordt dat ook gebruikt om het model verder te leren, et cetera? Ik kan me best voorstellen dat je wel op bezwaren stuit als je dit pitcht bij zorginstellingen. Zeker. Kijk, welke bezwaren krijg jij zo al te horen en hoe pareer je die? Dat zit natuurlijk vooral op het gebied van informatiebeveiliging en van privacy. Hè. Er wordt met hele gevoelige data gewerkt en het is natuurlijk
heel belangrijk dat die niet op de verkeerde plekken terechtkomt. Nou, daardoor zorgen wij ook dat onze servers in Europa staan, zodat het niet naar Amerika gaat met de Patriot Act en dergelijke. En zorgen we dat we werken volgens privacy by design. Dus elk stapje is eigenlijk om de privacy heen gebouwd. Wat is dat privacy by design? Nou, dat zorgt er om er niet al te diep op in te gaan voor dat de ontwikkelstappen, elk stapje van het proces wat jouw software doorloopt, dat daar dat om privacy heen is gebouwd. Dat privacy eigenlijk prioriteit nummer 1 is. En dat je zorgt dat de software daaromheen dat faciliteert en altijd rekening houdt met de privacy. Nou heeft de juryprijs is dit jaar op het Zorgen Steebeurs naar Jubilee gegaan. We hadden Thomas ook te gast in deze podcast. Zeker. Ken je ze? Zeker. Ja. Maar die zei echt heel principieel, wij gooien alle data direct weer weg. We willen niets opslaan en we willen het ook zeker niet gebruiken om ons systeem te verbeteren. Hoe kijk jij daarnaar? Daar ben ik het volledig mee eens. Die data wordt natuurlijk wel degelijk ergens opgeslagen. Dat is dan vooral in die patiëntendossiers, cliëntendossiers. En dat is ook waar onze informatie terechtkomt. Dus want heb je later ook gewoon weer nodig als... Ja, arts. Als je later bij een vervolgafspraak komt, dan wil natuurlijk die arts weten wat er eerder is gebeurd. En uiteindelijk moet het naar het EPD, daar brengen wij het als het ware naartoe. Zodra dan ons deel erop zit, wordt het ook gelijk verwijderd, zodat het alleen daar achter blijft. Ja, precies. Jullie slaan het ook niet op om later nog te kunnen minen en te verbeteren. Nee. Peper het maar even goed in. Nou, Joep, dat kan je nu wel zeggen, maar hoe kan iemand dat controleren? Want ik geloof jou wel op je blauwe ogen. En doet de patiënt dat ook? En doet de huisarts dat ook? Nou, dat is, Want hoe weet je nou wat er onder die motorkap allemaal gebeurt? Ja, dat is uiteindelijk heel moeilijk om precies uit te leggen. Maar wat we wel zien is vanuit verschillende pilots die we hebben gedaan, dat echt 90%, ook als je ze uitgebreid toelicht van je wordt opgenomen, dat ze dan zeggen, ik ga er akkoord mee. Dat vinden ze prima, want ze zien het hogere doel van die administratieve last die natuurlijk weg moet. En vervolgens is ook 80% daarvan na een minuut alweer vergeten dat ze daadwerkelijk worden opgenomen. Dus dat stuit op weinig bezwaar. Ja, ik vind de vraag over AI vind ik altijd heel bijzonder. Want vragen we ons af waar onze www.web naartoe gaat. Hoe een WhatsApp berichtje wordt verstuurd of een sms. Dat vragen we ons ook niet af. Ja, nu ook niet aan mijn huisarts. Wat doe je met mijn data? Waar sla je die op? Is dat in Nederland of in Amerika? Gebruik je dat om later nog dingen van te leren? Dus je bent me echt voor je. Maar wat zeg jij nou, Jelle? Ik mag die vraag niet stellen. Nou, kijk, het is nieuw. En dat is natuurlijk spannend. Maar is de vraag echt relevant? Dat vraag ik me af. We stellen ons de vraag niet bij andere oplossingen. En we stellen ons de vraag al helemaal niet of dat papieren dossier van die arts in zijn kast ligt, in zijn tas of misschien achter in zijn auto. Nou, op zich wil ik dat wel weten. Of hij daar netjes mee omgaat. Of hij dat niet in de trein laat slingeren of zo. Ja, ik denk natuurlijk, het is ontzettend belangrijk. Dat vinden wij ook heel belangrijk om uit te dragen. En dat is ook... AI is ontzettend krachtig en dat is ook wat wij als bedrijf willen benadrukken. Want er wordt heel veel gedaan met AI, maar eigenlijk de risico's die eraan kleven worden, vinden wij onvoldoende benadrukt. Het is ontzettend krachtige generatieve tool die heel veel kennis heeft, maar daarmee ook veel kan hallucineren, zoals het heet. Haalt er heel veel irrelevante informatie bij. Nou, hoe tem je als het ware zo'n large language model om te zorgen dat hij echt bij de relevante informatie blijft? Maar ook tegelijkertijd natuurlijk weer niet te beperkt. Nou, dat is een van de dingen die wij doen. En je krijgt dan ook wel eens de vraag, als je in gesprekken zit met zorgverleners, van ja, maar waarom zou ik nou jullie tool gebruiken? In plaats van dat ik gewoon een transcriptje laat genereren door een andere tool. Ik knal het in ChatGPT en ik zeg, vat samen. Nou ja, zo simpel is het echt niet. Want waarom zou je dat niet doen? Dat kan toch? Nou, ten eerste, wat daar al gelijk vergeten wordt, is dat dan wel die data ook bij OpenAI in principe belandt. Wat je natuurlijk absoluut niet moet willen. Waarom niet? Waarom niet? Nou, omdat anders OpenAI daar mee gaat trainen. En dan is er gevoelige patiëntendata van... Ja, bij OpenAI heb je ook labspace. En dan moet je wat meer betalen. Maar dan kan je wel ook de data, je eigen data laten analyseren zonder dat het gebruikt wordt voor... Zeker, maar dat is wat de patiënt wil. Ben je een beetje prikken nu? Dat snap ik. En wij willen dat de patiënt erop kan vertrouwen dat dat niet gebeurt. Dat is één bezwaar. Hè? Die patiëntdata die komt bij OpenAI. Dat willen we niet. Even een stokje. Daarnaast, wat we, je moet dus ook om die kwaliteit zo goed mogelijk te kunnen garanderen,
moet je dus zorgen dat de juiste domeinkennis wordt gebruikt. Dat je niet al die algemene kennis erbij haalt die irrelevant is. Om te zorgen dat er uiteindelijk een kwalitatief sterk rapport uitkomt. Hey, voordat we naar de pep talk gaan, hè, hoe groot gaat dit worden, Joep? Hoe groot gaat dit worden? Wat mij betreft heel groot. Kijk, wat is heel groot? Dat uiteindelijk het toetsenbord de zorg uitgaat. Want dat is wat we hier aan het doen zijn. Welke zorg? Welke zorg? Nou, in dit geval... Nederlandse zorg? Alle zorg? Het beperkt zich zeker niet tot Nederland. De problematiek heerst overal. Wij focussen ons initieel op Nederland. Maar dat sluit zeker niet uit dat we in de toekomst ook internationaal willen denken. Maar los van de zorg, hè, we kijken naar ziekenhuizen. Maar daarnaast zijn we ook actief in de GGZ. Daar heerst dezelfde problematiek. We zijn ook aan het kijken in het sociaal domein. Bij gemeentes. Waar ook veel te veel geadministreerd wordt. Er is, denk ik, overduidelijk een probleem. We gaan naar een zorginfarct toe. Het wordt ook in de verkiezingen continu weer benadrukt. Die administratiedruk is veel te hoog. Daar moeten we iets mee. En op deze manier moet straks in 2030 één op de drie mensen in de zorg werken. Dat is totaal onhaalbaar. Wij willen zorgen dat dat zorginfarct uiteindelijk voorkomen wordt. En ik denk dat het daarom essentieel is dat we ook als partijen, ook met een Verne Health en alle partijen in het hele proces, dat we de handen ineens slaan. Uiteindelijk werkt het alleen als we echt het proces van A tot Z kunnen ondersteunen. Ja, ik bedoel, als je hier over de zorg in ICT loopt, dan hoor je alleen maar AI. Je hoort ook alleen maar administratieve druk verlagen. Ik overdrijf een klein beetje. Dat is ook echt nodig. Is ook echt nodig, maar er zijn heel veel partijen hiermee bezig. Ja. Jullie hebben een klein steentje. Ja. Je moet je wel even zoeken. Je kan natuurlijk die paal vinden en die bokshandschoenen oppakken. Zeker. Zakt je moed je wel eens in de schoenen? Of zeg je van juist, ik merk hier aan alle kanten dat hier behoefte aan is. Dit gaat gewoon vliegen, het kan niet anders. Dat laatste, die behoefte is er en het gaat vliegen. Kijk, uiteindelijk inderdaad, het zijn verschillende partijen. En ik denk dat het allerbelangrijkste is dat het probleem wordt opgelost. Of het nou door ons gebeurt of door een ander. Kijk, het liefst doen wij het natuurlijk. En wij geloven dat wij daarin ook de meeste waarde kunnen toevoegen. Dat wij dat op een goede manier kunnen doen. En zeker, er zijn... verschillende soortgelijke alternatieven aanwezig. Maar het is op dit moment zo'n nieuwe markt. En je merkt dat iedereen een beetje aan het zoeken is. Hoe kan ik me het beste positioneren in die markt? Eerder in de vorige podcast. Je wordt dan helemaal niet onzeker. Je denkt dan niet van, doen wij het wel op een goede manier? Nee, het bevestigt me juist dat zoveel partijen mee bezig zijn. Bevestigt me juist in het principe dat het nodig is. En dat valideert voor ons alleen maar dat we op de goede weg zijn. En dus een Juvelie, hè, ook nogmaals gefeliciteerd met de Zorginnovatieprijs. Zij hebben de Zorginnovatieprijs gewonnen. Dat laat alleen maar zien hoe belangrijk het is dat er ook echt vanuit dergelijke... Dat zelfs de vakjury zegt, dit is een groot probleem en daarom zetten we hen in het zonnetje. En de laatste ding wat ik wil zeggen, een Juvelie ook dat. Zij zitten vooral op de huisarts, maar dat hoeft elkaar ook niet te snijden. Zij zijn heel erg aan het kijken naar die spraakherkenning zelf ontwikkelen. Naar zelf een large language model ontwikkelen. Wij focussen ons daar niet op. Maar omdat zij dat doen, als dat ze lukt, dan zullen wij de eerste zijn die dat als serieuze optie meenemen, kunnen we ons product daar niet mee versterken. En ik denk dat op die manier we elkaar uiteindelijk zoveel mogelijk moeten proberen te helpen en scherp moeten houden. Zo mooi, Joep, jij ziet dat niet, maar Thomas van Juvelie, die staat achter je en er kwamen allemaal kushandjes net jouw kant op. Die zit mee te luisteren. Dus die wordt er helemaal blij van. Joep, één vraag, nogmaals ook voor jou de vraag. Hoe zijn jullie gefinancierd en wat is jullie businessmodel? Zeker. Businessmodel is op dit moment, en dat gaat zo blijven, SaaS. Dus Software as a Service, inderdaad. Dat verschilt per instelling. De ene instelling werkt, die rekent per cliënt. De ander werkt per behandelaar of per arts. En daar willen wij ons ook op aanpassen in de pricing. We rekenen dus een vast bedrag per maand per cliënt of per behandelaar. Die funding, waar komt die vandaan? Dat komt van twee angels die uit de vertical market software komen. Die hebben daar meer dan 20 jaar ervaring in. En dat is de kennis die ze daarin bij ons binnenbrengen is eigenlijk nog veel waardevoller dan het geld. Het is tijd voor Pep Talk. In deze rubriek geven startups hun oplossing voor een maatschappelijk vraagstuk binnen 1 minuut. De tijd gaat nu in. Zojuist word je een van de finalisten van de Nationale Zorginnovatieprijs 2024. Zorginnovatie.nl draagt bij aan het versnellen van innovatie in zorg en welzijn. En een van de activiteiten die wij organiseren is de Nationale Zorginnovatieprijs. Ondernemingen die een innovatie al uitgewerkt, getest en gelanceerd hebben,
kunnen vaak een duwtje in de rug gebruiken om hun onderneming echt tot een succes te maken. Daarom reikt zorginnovatie.nl jaarlijks de Nationale Zorginnovatieprijs uit voor de meest innovatieve onderneming in de opschalingsfase. Je maakt hierbij niet alleen kans op een geldbedrag van 10 of 5000 euro, maar ook op een introductie in ons enorme netwerk. Dit jaar zijn Juvoli en Valtes uit de bus gekomen als de grote winnaars. Wil jij ook meedoen of meer weten over ons netwerk en onze activiteiten? Meld je dan aan op zorginnovatie.nl. Heel goed, dankjewel Laura. En Laura Galer van Health Holland en Zorginnovatieprijs. Wat leuk is, is dat Jelle is een van de regionale winnaars, namelijk die van Utrecht. Ja. Wat heeft je dat tot nu toe opgeleverd om hieraan mee te doen en... Ja, wat levert dat op überhaupt? Want je hebt niet gewonnen, maar je hebt wel meegedaan en je hebt de regionale gewonnen. Ja, klopt inderdaad. En vooraf had ik het totaal niet verwacht wat het allemaal voor impact zou hebben. Maar we hebben echt een hele goede exposure gekregen door zorginnovatie.nl, door Health Holland, door de ROM Utrecht. En daarnaast natuurlijk zelf daar gebruik van gemaakt. Dus zag je zelfs in het AD staan? Ja, inderdaad. Ja, met een hele mooie foto van ene Jos Hummelen. Graag gedaan. Het cirkeltje is weer rond. Nee, dus super, super goed voor ons. En het is ook gewoon echt een mooie waardering voor het initiatief waar je mee bezig bent. Dat het breed gedragen wordt. Hey, Jelle en Joep, jullie allebei. Want jullie zijn start-ups. Ze groeien zo naar scale-up toe als het goed is. Maar... Ja, ondernemers ook risico nemen, ondernemers ook op je bek gaan. Niet alles lukt in één keer. Vast onderdeel van deze podcast is de bananenschil. Wat is er niet gelukt? Maar heeft je wel een nieuwe inzicht opgeleverd? Ja, mijn grootste bananenschil ligt net voor dit initiatief. In december, of ik had een fysiopraktijk met ongeveer 30 fysiotherapeuten in dienst. En die is in december 2022 failliet gegaan. Dus dat was heel heftig. Ik kan me voorstellen. Ja, ik zeg ook wel, afgelopen jaar was het zwaarste jaar uit mijn leven. En dat bedoel ik echt letterlijk en figuurlijk. En uiteindelijk is dat ook wel de urgentie die je misschien nodig hebt om een initiatief echt van de grond te krijgen. Want ik was er al langer mee bezig. En uiteindelijk heeft me dit de ruimte gegeven, de vrijheid, maar ook de urgentie financieel, menselijk zeg maar. Om dit initiatief echt te laten lukken. Oké, dus je fysiotherapiepraktijk die ging over de kop. Ja. En daardoor dacht je, dat Verne Health, dat moet nu echt knallen. Anders heb ik niks meer. Nou, ik had letterlijk niks meer. Dus dat is het inderdaad. En ik dacht, ik kan nog een keertje hetzelfde gaan doen. Dus weer opnieuw de fysiotherapiepraktijk op gaan starten. Of ik ga gewoon mezelf opnieuw uitvinden en het echt anders doen. Dus je hebt het over transformatie, dat was mijn transformatie. Nou ja, en inderdaad van die bank afkomen en gewoon weer je tanden ergens in te zetten. Ja, lijkt me een goede stok achter de deur om dit succesvol te maken. Je gelooft er ook echt in. Ik vind het te gek dat je gewoon deelt ook. Je bent failliet gegaan. Er wordt in Nederland nog wel eens moeilijk over gedaan, alsof je dan gefaald hebt. Alsof je dan af bent. Ja, precies. Nou, mag je nooit meer proberen. Het is niet gelukt, loser. Terwijl in Amerika zouden zeggen, te gek hè, je hebt nu ontdekt hoe het niet moet, dus de kans dat het de volgende keer werkt is veel groter. Gefeliciteerd, door naar level 2. Precies. Ja. Wat zijn de belangrijkste lessen die je uit dat faillissement hebt meegenomen als ondernemer? Wat kun je delen met anderen om te voorkomen dat zij dezelfde fouten maken die je wellicht gemaakt hebt? Misschien niet te snel gaan. Ieder stapje bewust doen. Daar ook grip op houden. Ik ben er zelf echt van eigenaarschap, van eigen verantwoordelijkheid. Maar mensen moeten dat ook kunnen dragen, dat moet je zelf ook kunnen dragen. En je moet wel vinger aan de pols houden. Misschien dat ik iets te snel ging en dan komen er schillen om je kernorganisatie heen. Wat verder van je af komt te staan. En dan raak je de grip een beetje kwijt. Ja. Lijkt te snel naar die 30 gegroeid achteraf. Ja. Okay. Joep, jouw bananenschil. Ja, die heb ik niet. Nee, natuurlijk. Ook wij hebben die. Ook wij maken blunders. De grootste, dat ga ik niet zeggen. Maar een van de dingen die wij wel merkten. Het is denk ik ook een traditioneel ondernemersverhaal aan het begin. Commitment krijgen van partijen waar je mee werkt. We waren aan het begin heel erg serviceable. Heel erg. Ze konden alles krijgen van ons. Zonder enorme dat daar. Pleasen. Precies. Maar je zegt eigenlijk, het moet van twee kanten komen. Nou, het moet van twee kanten komen, maar dat zeg ik niet alleen voor ons als bedrijf, maar eigenlijk ook in ons geval voor het grotere plaatje. Uiteindelijk willen wij
dat dat zorginfarct voorkomen wordt. Uiteindelijk willen wij dat, dat er de zorg efficiënter verloopt. En dan moet je uiteindelijk deze software in de praktijk krijgen. Ja, als je dan toch merkt dat er partijen zijn die het leuk vinden om het uit te testen, maar vervolgens als puntje bij paaltje komt en ze moeten bijvoorbeeld gaan betalen of een vorm van commitment, dat ze dan zich terugtrekken. Dan denk ik van, dan moeten we elkaar ook scherp houden, elkaar eigenlijk samen afspreken van, wij gaan dit gewoon doen met elkaar en zorgen dat het van de grond komt en dat het langzaam de hele zorg steeds verder gaat helpen. Een advocaat van de duivel, het kan natuurlijk ook zijn dat je op een gegeven moment zegt, en nu moet je gaan betalen als partijen dat niet willen, dat je dan nog niet in staat bent geweest om de toegevoegde waarde echt duidelijk te maken. Want de ventielen trekken, hè, die Jelle? Ja, dus toch ook, je moet toch ook een beetje prikkelen om, het, om er een interessant gesprek van te maken. Waar ik het vooral over heb, is dat, dat de stap tot echt waarde aantonen, op het moment dat je dat ook echt kan gaan doen, daarvoor wordt het dan vaak net afgekapt. Terwijl juist die waarde, dat we die kunnen toevoegen, daar, daar maken we ons niet druk om. Dus je wil juist kunnen laten zien dat je die waarde toevoegt, zodat, zodat ze ook met je verder willen. Want dat is dan denk ik iets wat, wat vrij automatisch gebeurt. Ja. Hey, ik wil het even over deze beurs hebben met jullie heren. Wat haal je hieruit? Ga je, loop je rond of ben je heel veel op de stand? Jullie zijn echt met meerdere steeds op deze stand. Ga je ook naar inhoudelijke sessies? Hoe pak je zoiets aan? Nou, wij lopen hier vanuit Verdekar met z'n zessen rond. En we wisselen continu af. Je staat op de stand, dan loop je weer een rondje. Dan ga je weer bij een talk bekijken. Dus waar we natuurlijk iedere dag in de gaten waar wordt er over gesproken. Wat is interessant. En dan zorgen we dat er iemand meekijkt. Die ook de rest vervolgens natuurlijk daarover update. Daarnaast op de stand komen superveel interessante mensen langs. Waar je toch altijd weer leuke leads uithaalt. Je moet uiteindelijk nog maar zien wat er echt concreet uitkomt. Maar er hoeft maar één of twee parels tussen te zitten. En dan heb je al het appje er al uit. Als je rondloopt, word je aangesproken. Hey, je toetsenbord de zorg uit. Wat is dat nou? Wat er op je rug staat. Oh ja? Dat spreekt ook aan. Dat is leuk om te merken. En natuurlijk, uiteindelijk denk ik dat je er hoe dan ook veel aan hebt. Is het niet direct concreet en is het wel het netwerk dat je opbouwt. Super waardevol. Jelle, voor jou? Ja, voor ons, onze klanten loopt die niet direct. Dus ik denk dat het voor ons net wat anders speelt. Maar we hebben wel leuke gesprekken gehad voor potentiële partners, samenwerkingen. Dus meer op dat aspect. En hele goede exposure op weg hier naartoe. Ja. Wat is voor jullie de volgende stap? What's next? De luisteraar die hoort dat niet, maar ik kijk jou aan, Joep. Voor ons de next step is denk ik, we zijn nu echt bezig met die launch customers om het van de grond te krijgen. Daarna die domeinen verder uitbouwen om zoveel mogelijk partijen van dienst te kunnen zijn. Ook heel erg bezig met de koppelingen op orde krijgen. Want als je het proces van A tot Z wil ondersteunen, dan moeten alle partijen daar op makkelijke manieren mee doen. Mensen willen zo min mogelijk verschillende oplossingen. Ik denk dat voor nu de next step zijn. Jelle? Ja, voor ons het EPD in de markt. Ja. Jullie eigen EPD? Ja. En what's blocking? Wat is er voor nodig om dat succesvol te krijgen? Heel veel manuren die toch aan het typen zijn. Code aanmaken. Coderingen. Dat is toch nog typewerk. Nee, dus die mannen die zijn, en vrouwen trouwens, die zijn keihard aan het werk om dat voor elkaar te boksen. Ja. Is mogelijk in de toekomst ook dat typewerk. Precies. Hey, en wanneer hebben jullie al een stip op de horizon van dan gaan we de volgende markt in? In Nederland of juist daarbuiten? Heb je daarover nagedacht? Ja, wij merken dat het bij ons vrij organisch gaat. Dat je komt mensen tegen en dan ga je de mogelijkheden bekijken. En dan komt er iets uit of komt er iets niet uit. Nou, op dit moment hebben we denk ik drie hele mooie domeinen. Hè. Nogmaals, de ziekenhuizen, de GGZ en het sociaal domein. Op dit moment als klein bedrijf, je moet je focussen. Je wil ook kwaliteit en waarde leveren. Dus dat kan denk ik alleen maar als je dat niet gelijk te breed wil doen. Op dit moment zijn dit de drie domeinen waar de primaire focus ligt. Maar we hebben vanaf het begin gezegd. Administratiedruk is in de hele maatschappij te hoog. Dus waar we kunnen helpen, willen we dat in de toekomst absoluut gaan doen. Smaakt dit naar meer? Volg Pepper als je de smaakmakers wilt horen op het gebied van de gezonde mens, de gezonde leefomgeving of de gezonde samenleving. En raad deze podcast aan bij de ondernemer in je buurt. Deze aflevering werd mogelijk gemaakt door Health Holland, Utrecht Inc., Dutch Health Hub en Roem Utrecht Region. Groei verder met Roem Utrecht Region.